Als kind zijnde zat ik altijd wel met de damstenen te spelen. Niet om te dammen, maar gewoon om echt ermee te spelen, als een bouwdoos. En dan vroeg ik me altijd af, hoe kan je nou damstenen zo gunstig mogelijk in een zo klein mogelijke doos krijgen? En meestal uit de fabriek vandaan zijn ze zo gestapeld. Maar ik weet zeker dat dat niet de meest gunstige manier is. En die andere gunstige manier, dat wil ik in een ander filmpje laten zien. Maar ik wil nu in dit filmpje laten zien dat je daar het percentage aan oppervlakte kunt berekenen wat gebruikt wordt door de damstenen op deze wijze te stapelen. En dat doen we als volgt. Een helemaal voorbereid. Wat plaatjes. Kijk, hier heb ik ze staan, die damstenen. En als ik oppervlakte van de cirkel wil berekenen, dus dan moet ik daar wel eventjes die formule voor kennen. En opschrijven. Oppervlakte, cirkel. Je kent hem vast nog wel. Dat is pi. Dat is die 3,14. Maal r in het kwadraat. Of, er is er nog één, een kwart pi maal d in het kwadraat. De d is de doorsnede van de cirkel. Die geef ik hier aan. En die r is de straal van de cirkel. Die zijn als de spaken van een wiel. Dus dat is deze. Dus r. Nou, toen heb ik bedacht dat je daar dan een soort puzzelstukje uit moet snijden. Zodat als je die puzzelstukjes weer aan elkaar zet, dat je dan die cirkels weer terugkrijgt. En dat had ik als volgt voorbereid. Namelijk op deze wijze. Kijk, hier heb je hem. Zie je hem gaan? Dit puzzelstukje. Dus ik heb streepjes getrokken van het middelpunt van de cirkels. En dat zijn waar dan de hoekpunten van het vierkant. Oké, hier heb ik hem. Dan trek ik hem even groter. Dan kan ik er wat makkelijker aantekeningen bij maken. En die straal, die noem ik 1. Dus die straal, dan geef ik het getal 1 weer. Het getal 1. Dus dat getal 1 zit hier ook. Want het is een kwart cirkel, het is een kwart taartpunt. En die is dus 1. Als die daar zit, zit die dus daar ook. En we hebben het over een vierkant. En dat oppervlakte van die vierkant, dat is eigenlijk 100% van het oppervlak. En hoeveel procent daarvan is gebruikt door deze kwart cirkels? En ik heb 4 van die kwart cirkels, dus dat maakt samen weer 1 cirkel. Oké, dus dan kan ik de oppervlakte van de cirkel gaan uitrekenen. Oppervlakte cirkel die in dit vierkant verborgen zit, is dus pi maal die 1 in het kwadraat. Nou, 1 kwadraat, dat weet je wel, dat is 1 keer 1, dus het blijft 1. Dus de oppervlakte van de cirkel is gewoon pi. En dat is afgerond 3,14. Nu nog de oppervlakte van het vierkant. Dat is lengte keer breedte. En dat is dus 2 bij 2 natuurlijk. Ja, dan hier 2. Dus 2 keer 2. En bij mij thuis is dat 4. En dan wil ik dus het percentage berekenen. Dat doe je zo. Je deelt dan het kleine deel van het oppervlak, deel je door de 100% oppervlakte. Dus dat is de oppervlakte van de cirkel, deel ik door de oppervlakte van de vierkant. Dus dat is het percentage is 3,14 delen door 4. Dus dat is eigenlijk een kwart pi. Hé, dat hebben we hier ook. Oh, niet dus.
ben de pi vergeten neer te zetten. Zie je dat? Dat jij natuurlijk al lang gezien. Dus 3,14 delen door 4 maal 100%. En dat is, als je dat rustig even op je calculator intikt, 78,5%. Dus antwoord is 78,5% van de oppervlakte van de bodem van een doos waar de damstenen in worden geplaatst. Zoals hier te zien was. Hier was dat 78,5% wordt benut en de rest is onbenut. Ik dank je voor je aandacht. Nu nog even met die puzzelstukjes natuurlijk weer die cirkels terug proberen te krijgen. Nou, dat gaat als volgt. Je gaat het vanzelf zien. It's amazing. Zie je wel, ze zijn weer terug.